Op het einde van het jaar blikken we nog even terug op 2014 en dat doen we met Yves van der Hagen. Vorig seizoen hebben jullie de finale gehaald van de play-off 2. Hoe kijk je dan nu op terug? Goh, ik denk dat het toch wel een succes was. We hebben toch even mogen dromen van meer. En bedoel ik dan dat we heel dicht bij Europees voetbal waren. Op het laatste is het helaas niet gelukt, maar we hebben dan toch ook een aantal nieuwe spelers ontdekt die dan dit jaar ook volledig hun kans pakken. Ik bedoel maar, Teddy Chevalier die nam de bal in de play-offs en die shot naar doel en het was elke keer raak. En ik vind dat toch wel een positief einde van het seizoen geweest, waar we dan toch heel wat overwinningen gehaald hebben. Ja. Hij vertrok naar Gent, jij werd toen trainer. Hoe kijk je terug op die stap? Een grote stap in jouw carrière, denk ik. Ja, en toch is er zoveel niet veranderd. Ik denk, ik was sowieso al constant met die jongens bezig. En je bent ook altijd met voetbal bezig. En laten we zeggen, als er dan ja, nu iets veranderd is, dan is het misschien nog iets drukker geworden. En ben ik nog nadrukkelijker met die voetbal bezig. Maar uiteindelijk gaat het om hetzelfde. En ik probeer die jongens scherp te krijgen, fysiek goed aan de aftrap te krijgen, fit. En we willen altijd winnen. Ja, je hebt het zelf gezegd. De seizoenstart was een beetje moeizaam. Hoe zwaar was dat voor jezelf? Maar voor mezelf was dat ook wel een spijtig voorval. Maar niet zo dat ik begon direct te roepen en te panikeren en nerveus te worden. Ik wist ook wel dat we 5 basisspelers misten op dit moment. En dat we ja, op termijn, en dat was dan als iedereen fit en wel terugkwam, een hele mooie ploeg hadden. Die dan toch wel zeker meer kost ambiëren dan die rampplaats, de voorlaatste dan. Plus kwam die ommekeer, hoe is die er volgens jou gekomen? Gewoon, we waren eigenlijk al goed aan het spelen. We hadden niet de punten die we eigenlijk verdienden. Maar we hebben gewoon blijven verder werken aan hetgeen dat we mee bezig waren. En de rust bewaren vooral. En vertrouwen geven aan de spelers. Want als je dan inderdaad nerveus wordt en iedereen begint op te jagen, dan denk ik dat de spelers aan de bal niks meer durven te doen. En dan kwamen de puntjes vrij snel, vond ik. Eenmaal al de spelers een beetje terug fit waren en vertrouwen hadden, dan hebben we eigenlijk al 2 mooie reeksen gedaan. Bij een terugblik horen ook mooie momenten. Wat is voor jou het mooiste voetbalmoment dit jaar? God, natuurlijk elke 10 overwinningen momenteel. Hopelijk komen we er nog wel eentje bij. Maar de overwinning op Gent was ook wel speciaal. Ja, de tweede plaats zal ongetwijfeld wel ergens een moment zijn dat niemand, supporter, bestuurslid, technische staf, spelers, niet gaan vergeten. En ik denk dat er toch wel heel wat spelers een fotootje getrokken hebben van die teletextpagina dan waar we uiteindelijk tweede stonden. Er waren ook minder momenten dit seizoen. Wat was voor jou het moeilijkste voetbalmoment? Wel, een trainer wordt altijd beoordeeld op prestaties en natuurlijk de punten. En wat voor mij het moeilijkste was, we hebben denk ik week 6 of 5 verloren. En waar we dan uiteindelijk na het weekend op de voorlaatste plaats stonden. En voorlaatste plaats is direct geassocieerd met play-off 3. Dus dat zijn toch helemaal geen cadeaus, moet ik zeggen. En dat was toch even een ontgoocheling. Omdat ik ook wel het gevoel had dat we veel meer verdienden. En dat we echt al heel veel positief voetbal op de mat gebracht hadden. KVK heeft een hoog scorend vermogen. Als je er nu 1 doelpunt zou moeten uitpikken, wat voor jou bijgebleven is? Welk is het is dan? Ja, niet zo moeilijk. Ik denk, een trainer kijkt altijd naar het collectieve. En naar een combinatiedoelpunt. En je probeert daar ook altijd heel wat op te trainen met pasvormen en centers en dergelijke. Maar we hebben een hele mooie doelpunt van Gert-Jan gescoord tegen Standaard, denk ik. Waar hij dan echt wel in de combinatie controlebal naar de buitenkant weer 1-2'tje, denk ik. En zo. En die glijdt hij mooi binnen. Het was precies zoals uit het boekje. Dankjewel Yves voor het fijne gesprek. Ik wens jou en de spelersgroep een voorspoedig 2015 en een prettig eindejaar. Dankjewel.